Waarom komt de Bitcoin uit je stopcontact? Dit is de Universiteit van Nederland. Goed, eerst een vraag voor jullie allemaal. Wie denkt dat je met bitcoins rijk kunt worden? Nou, een enkeling, maar iedereen heeft wel een mening over, zo te zien. Goed, een andere vraag is, wie weet hoe bitcoins worden gemaakt? Ja, dat zijn er maar een heel paar mensen. Oké. Goed, nou, bitcoin is een vet veel betaalmiddel dat alleen maar bestaat in een digitale wereld. Er zijn geen bitcoin bankbiljetten, bitcoin munten. Er is ook geen goudvoorraad die de waarde van bitcoin representeert. Dus bitcoin is geen enkel en alleen gegevens, opgeslagen netwerkcomputers die samen met bitcoin systemen vormen. Het is een magische wereld waarin ik jullie graag dit college meeneem. Op de afbeelding achter mij zien jullie een fabriekshal met daar allerlei machines. Dat is eigenlijk een geldpers voor bitcoin. Daar zijn geen machines die biljetten printen of munten slaan, maar computers die druk aan het rekenen zijn. En zo zijn er veel zulke halen verspreid over de hele wereld. Maar ook bij mensen thuis vind je dat op de zolderkamer of in een tuinschuurtje. En die doen voortdurend mee in een soort wedstrijd, waarbij het spel is om als eerste een code te vinden. En degene die als eerste een code vindt, krijgt daarvoor als beloning nieuwe bitcoins. En dat spel wordt bitcoin mining genoemd. En elke 10 minuten wordt het spel herhaald en krijg je dus nieuwe bitcoins. Nou, in dit college neem ik jullie mee in de wereld achter de bitcoin. Al die computers samen die rekenen enorm veel en stoken daar ook veel energie bij. Dus ik laat jullie vanavond vertellen wat computers doen, waar ze mee bezig zijn, maar ook dat ze veel energie verbruiken. Nou, net zoveel als een land als Denemarken of Ierland. Omdat het energieverbruik dus zo groot is, kun je zeggen dat bitcoins als het ware stopcontact komen. Goed, ik ben informaticus. Ik hou me bezig met computer security, normaal gesproken. Daarnaast kijk ik ook naar het energieverbruik van bitcoin mining. Dat is een vreemde combinatie, op het eerste gezicht, security en bitcoin mining. Maar het is maar schijn, want de security van bitcoin is berust op dat grote energieverbruik, zoals ik zo meteen zal uitleggen. Goed, laten we eerst kijken hoe bitcoin mining in zijn werk gaat. In het bitcoin systeem zijn er geen centrale banken of financiële instellingen die bitcoins uitgeven of transacties verwerken en controleren. Dat gebeurt allemaal in het Bitcoin-systeem waar we allemaal aan deel kunnen nemen. Een belangrijke component daarin is de blockchain. En de blockchain is een gedistribueerd grootboek waarin alle transacties met bitcoins worden geadministreerd. Dat klinkt wat abstract. Laat ik een voorbeeld geven. Ik wil een auto kopen. Normaal gesproken betaal ik dan met euro's. Nu betaal ik je auto met bitcoin, is het idee. En wat ik dan doe, ik ga een opdracht uitschrijven, net zoals op internetbankieren en later doen. Dus ik geef het bedrag op bitcoin dat ik wil overmaken en ik geef de adressen op van mijzelf en van de verkoper van de auto. En tot slot zet ik mijn digitale handtekening onder de opdracht en gaat die verstuurd worden naar alle computers in het netwerk. Sommige van die computers zijn gebruikers zoals ik, die alleen maar transacties aangaan. Andere zijn van de miners. En die voegen transacties toe aan de blockchain. En daarbij doen ze dus een blockchain en een blok bitcoin mining en kunnen ze dus bitcoins verdienen. Nou, stap 1 is, een miner kiest een willekeurig getal. Dat noemen we een nonce. Dus een nonce is hier 8546 in ons voorbeeld. Dus een straks willekeurig getal. Vervolgens gaat de miner de transactiegegevens plus die nonce door elkaar wisselen en comprimeren. En er komt als resultaat een soort code uit. Die code is een reeks bits, nullen en enen. En die code vormt een soort vingerafdruk van het blok. En die vingerafdruk wordt de hash genoemd van een blok. Dan willen we niet zomaar elke hash accepteren in het Bitcoin-systeem. We willen alleen maar een hash vinden met een bepaald aantal nullen vooraf. Dus hier begint onze hash met 1110. Maar we willen graag een hash vinden die met 4 nullen begint, als voorbeeld. Nou, dit is dus niet goed, dus daarom gaat de miner op dat opnieuw proberen. Hij kiest een andere nonce, een ander willekeurig getal, voegt het toe aan het blok, gaat weer een hash berekenen en kijkt wat dan de hash is. Nou zie je, de hash is nou begint met 4 enen, dus wederom niet met 4 nullen. Dus ook deze hash is niet goed. Dus de miner moet weer opnieuw een andere nonce kiezen
en proberen of dan wel een juiste hash gevonden wordt. En dit spel wordt eindeloos herhaald totdat de miner een keer een hash vindt die wel met 4 nullen begint. Dat is het spel dat wordt gespeeld. En dan zou je kunnen zeggen van, nou, ik ben slim, ik probeer of ik kan voorspellen welke nonce ik moet kiezen om een hash te krijgen die met 4 nullen begint. Maar dat kan niet. Het enige wat je kunt doen is maar proberen en proberen. Dus puur een proces van trial en error dus. Goed, uiteindelijk wordt er dus wel een hash gevonden die goed is, die met 4 nullen begint. En dan is een blok dus gereed. Dus dan voegen we de nonce, de hash die we gevonden hebben, toe aan een blok. En kunnen we een blok toevoegen aan de blockchain. Mijn transactie is dan eigenlijk compleet. Ik heb de auto gekocht, de verkoop van de auto heeft bitcoins gekregen. En ook heeft de miner die het blokje heeft gemined nieuwe bitcoins verdiend. En dit spel elke 10 minuten herhaald. Elke 10 minuten komt een nieuw blok aan de blockchain bij en nieuwe bitcoins. Dus we hebben dus gezien dat een blok bestaat uit transactiegegevens, de nonce, de gekrekte hash, maar als er een vierde pad erbij komt, dat is namelijk de hash van het vorige blok. Dus elk blok verwijst naar het vorige blok via die hash. En dat maakt dat de blockchain dus eigenlijk een keten van blokje is geworden, vandaar ook de naam blockchain uiteraard. En dat maakt de blockchain ook erg veilig. Stel ik wil fraude plegen, ik wil die blockchain manipuleren. Aanpassen. Dan moet ik dus zo'n blok gaan aanpassen. Maar als ik het blok aanpas, moet ik ook de hash gaan berekenen opnieuw. Dus ik moet altijd werk opnieuw gaan doen. Dat geldt voor één blok, maar alle blokken wijzen naar elkaar via die hash. Dus als ik één blok aanpas, moet ik ook al volgende blok in het blockchain ook gaan aanpassen wat betreft die hash. Dus ik moet al het rekeningwerk opnieuw gaan uitvoeren. Dus ik moet harder rekenen dan alle andere miners in de wereld om dat te kunnen bijbenen. En dat is eigenlijk ondoenlijk, vandaar dat de security van die blockchain hierop is gebaseerd en daar is ook op orde is. Dus de blockchain is dus erg veilig, maar ook erg transparant. Iedereen kan zien welk blok erin staat, welke transacties in die blockchain staan en dat ook controleren. Dus de blockchain is en veilig en transparant. Goed, maar de kern is dus dat het Bitcoin mining berust op het alsmaar proberen te vinden van een juiste hash tot je een hash vindt die met een aantal nullen begint. Dat is erg moeilijk. Nou, stel, je hebt zelf ambitie om te gaan minen. Hoe moeilijk is het nou om zo'n hash te kunnen vinden? Nou, laten we daar eens aan gaan rekenen. Nou, ik zei al, een hash is een reeks bits, 0 en 1. En in de Bitcoin-wereld geldt een hash 256 bits lang. Dus 256 bits, dat is de lengte van een hash. Als je kijkt hoeveel mogelijke hashes zijn er dan, zijn er dan 2 tot de macht 256. Dat is echt een heel enorm groot aantal. Om daar enig idee voor te geven, denk even aan het heelal met alle planeten, sterrenstelsels, sterren. Wij zelf maken er deel van uit. Nou, het aantal mogelijke hashes is ongeveer zo groot als het aantal atomen in dat gehele heelal. Dat is echt onnoemelijk veel dus. Het aantal juiste hashes is daar maar een klein deel van. Momenteel geldt dat een juiste hash met 74 nullen moet beginnen. Dus dat is maar een klein deel van de mogelijke hashes, zijn dus de juiste hashes. Hoe moeilijk is het nou dat je zo'n juiste hash vindt? Denk weer even aan het heelal. Nou, de kans dat je in het heelal een willekeurig lichaam, hemellichaam aanduidt, en dat de zon is, die kans is even groot dat je een juiste hash vindt. Dus die kans is echt heel klein. Als je aan gaat rekenen, zie je de kans als 10 tot de macht min 22. En dat is 0,00000000000000000000000000001. Met andere woorden, die is echt dus heel klein. Dus je ziet wel, dus als je een hash wilt vinden, het enige wat werkt is maar proberen dat heel vaak te doen. En dat is precies voor al die computers in de wereld die bezig zijn bij het Bitcoin mining. Dus eigenlijk doen ze alleen maar dom rekenwerk, proberen de juiste hash te vinden. Je vindt dus alleen maar als je als eerste bent die een hash weet te vinden. En daarom is er ook een flinke competitie gaande tussen al die miners. Iedereen probeert als eerste te zijn, want dan verdien je eraan. Als je te laat bent, dan heb je geen bitcoins verdiend, maar wel extra tijd voor je computers verstookt. Dus je maakt je alleen maar verlies. Dus iedereen probeert als eerste te zijn. Dus er is ook een enorme zoektocht naar hardware die zo snel mogelijk hashes kan berekenen. En dat heeft tot particuliere ontwikkelingen geleid in de hardwarewereld. Dus toen Bitcoin werd geïntroduceerd in 2009, toen gebruikten miners hun standaard desktop-laptop-computer.
Nou, tegenwoordig is mining alleen rendabel als je daar speciale computers gebruikt met daarin chips die speciaal ontworpen zijn voor bitcoin mining. Die kunnen maar één ding doen, dat is hash berekenen, maar het wel enorm snel. Om je een idee te geven, zo'n computer kan per seconde wel een miljoen keer zoveel hashes berekenen als jouw standaard desktop of laptop computer. Dus de rekenkracht neemt alsmaar toe. We kunnen steeds meer hashes per seconde in de wereld berekenen. Maar er is een aardje onder het gras, namelijk het bitcoin mining algoritme wordt ook aangepast elke 2 weken. Dus als mensen alle 2 keer zoveel hashes kunnen berekenen, wordt ook de moeilijkheid 2 keer zo moeilijk gemaakt. Dus in principe kunnen we wel steeds meer rekenen, maar niemand schiet er iets meer op. Want maar 1 keer per 10 minuten wordt een nieuw blok en met nieuwe bitcoins uitgegeven. Dus ook kunnen we meer rekenen. Dat tempo ligt gewoon vast, daar kan je niet aan tornen. Dat wordt aangepast in het bitcoinsysteem zelf. Goed, nou zag ik dus de kans dat jij dus een blok kunt minen, die is niet zo groot. Het vinden van een hash is erg moeilijk. Maar als je dan toch een blok weet te minen, verdien je daar dus nieuwe bitcoins mee. Momenteel krijg je dan 12,5 bitcoin. De huidige bitcoinkoers is 1 bitcoin dus 9000 euro waard is. Dus je verdient dan ongeveer 100.000 euro ruim als je een blok weet te minen. Dat is best lucratief, uiteraard. Dus er geldt weliswaar dat de kans dat jij zo'n blok mint, die is heel erg klein. Maar toch voelsmatig, je kunt hier flink geld verdienen. Hè. Dat is goed wat erachter zit. En dat springt mensen aan. Dus heel veel mensen stappen daarin. Zowel particulieren, maar ook bedrijven die dus investeren in de fabriekshallen met allerlei computers die dus puur alleen maar mining doen. Momenteel zijn er in de wereld een tiental bedrijven die eigenlijk grote schaal minen. Die hebben hallen met tienduizenden speciale computers. Dat zijn met name Chinese bedrijven. Dat zijn grote spelers. Dus die hebben dus schaalgrootte. Dan maak je grote kans dat zij bitcoins weten te minen. Ze doen het daar in de wereld waar elektriciteitskosten laag zijn. Plus ze profiteren uiteraard van die hoge bitcoinkoers momenteel. Dus 80% van de bitcoins momenteel worden door die grote spelers verworven. De kans dat jij met je ene computer in je tuinhuisje of op zolderkamer dus gelukt hebt, is niet zo heel groot uiteraard dan. Dus de kans dat jij er verdient, die is vrij klein. Je moet lange adem hebben dat je überhaupt iets aan het kunnen verdienen. En hoop dat niet tussentijd je hardware het begeeft of dat bitcoinkoers aan elkaar klapt, want dan heb je eigenlijk helemaal niks verdiend. Goed, maar het heikele punt voor voornamelijk is eigenlijk het energieverbruik. We zagen al dat er enorm veel gerekend in de wereld. Per seconde wordt er momenteel 15 triljoen hashes per seconde berekend. Dus 15 met 18 nullen erachter hashes per seconde. Dat is echt heel veel. En dat vereist heel veel elektriciteit. Dus in totaal is het ongeveer evenveel als een land als Denemarken of Ierland verbruikt. En op wereldschaal kun je dat meten, ongeveer 1/1000 van het totale elektriciteitsverbruik in de wereld wordt momenteel besteed aan bitcoin mining. Dat is echt aanzienlijk. Goed, we begonnen het college met de vraag, waarom komen bitcoins uit een stopcontact? Nou, ik denk dat het antwoord daarop helder is. Het kost gewoon enorm veel stroom om dat voor elkaar te krijgen. Zelfs zoveel dat het op wereldschaal momenteel al merkbaar wordt. Dus ja, de duur wordt natuurlijk onhoudbaar. Je ziet wel dat veel miners relatief groene energie gebruiken. Dus energie van waterkracht, aardwarmte, zon of wind. Of overcapaciteit gebruiken. Maar er zijn ook de nodige miners die elektriciteit afnemen van koolgestookte centrales. Dus er is zeker een aardige milieu-impact wat betreft bitcoin mining. En daarnaast is natuurlijk de vraag of je die energie die je aan bitcoin mining verstookt, niet beter kunt besteden aan andere zaken met groot maatschappelijk belang dan het zinloze rekenen van hashes uiteraard. Goed, nou, ik ben onderzoeker, dus ik bekijk die ontwikkelingen met fascinatie, maar ook met argwaan. Dus het energieverbruik is afgelopen jaar enorm toegenomen. Zelfs op wereldschaal kun je dat nou merken, dus die situatie wordt op een duur onhoudbaar. Er wordt veel onderzoek gedaan naar alternatieven die minder energie vereisen. Nou, de hamvraag is, waar gaat het allemaal eindigen? Nou, dat is moeilijk te voorspellen. De toekomst moet het ons leren. Maar ik denk dat op de korte termijn de bitcoin stopcontact zal blijven komen. Ik dank jullie wel.